Hallo. Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Timo en welkom op het kanaal Ethical Gains. In deze video ga ik een aantal tips delen met jullie die ik nu ook gebruik nu de sportscholen eindelijk weer open zijn. Dus wat nu te doen nu de sportscholen open zijn qua training, maar ook qua voeding. En ook de manier waarop je kijkt naar de voeding en de training nu alles weer open is. En dat je misschien een beetje minder motivatie hebt dan eerst omdat je denkt van oh, we hebben 3 maanden stilgestaan. Dus ik ga je vertellen hoe ik hiermee omga en hoe jij waarschijnlijk ook beter kunt omgaan dan dat je aan het doen bent. Dus druk alvast op de like. Laten we de video beginnen met een lekkere bak havermout. En dan zal ik de eerste tip gaan vertellen. I swear I need a hit. Running, running. You are all I needed, bad and now I'm buzzing. Yeah, she said I didn't change. I said you just stay the same. Swear she used to have a plan, but now she doesn't. Excuses got me jaded. I see that you never grew from cracks off in the pavement. All them likes on Instagram don't really mean you made it. She said I didn't change. I said you just stay the same, baby. You want it in place, yeah. I was hoping you send a text. I wish you would listen to the thing in your chest. I got wrapped up in your mess. Don't get too close. I got ice in my veins, yeah. Running through them words in my head. Where did you go? How come you? Nu hebben we de bak havermout zoals je net hebt kunnen zien. En dan beginnen we met de tips. Dus de eerste tip, en die vind ik het allerbelangrijkst, omdat de sportscholen nu weer open zijn, is accepteer het verlies dat je hebt gemaakt in deze afgelopen paar maanden dat de sportscholen dicht zijn geweest. Ik heb dan het geluk gehad dat ik een dumbbell thuis had, waardoor ik wel nog het een en ander heb kunnen doen. Maar als je bijvoorbeeld alleen maar lichaamsgewicht oefeningen hebt kunnen doen en totaal niks kunnen focussen op compound bewegingen, bijvoorbeeld het bankdrukken of barbell row, die zullen dan waarschijnlijk in gewicht omlaag moeten nu je weer terug naar de sportschool kan. Dit is omdat jouw lichaam, die beweging, gaat niet meer zo automatisch en daar moet je lichaam weer even aan wennen. Dus daarom zul je merken dat je de oefeningen weer wat trillerig uit zal voeren. Maar dat zal in een weekje of anderhalve week, 2 weken, zal het weer helemaal naar normaal zijn. En zal je kracht ook heel snel weer toelopen tot waar het is geweest. Dus daarom accepteer het verlies gewoon ten eerste. En bouw lekker gewoon op vanaf waar je het wel kan. En het tweede punt, ook in hetzelfde straatje, is natuurlijk blijf op de lange termijn denken. Want deze 2 weken die, waarin je even weer moet inkomen, is eigenlijk niks op die jaren waarop de progressie eigenlijk komt met fitness. Dus terwijl ik even een half van mijn havermout ga eten, gaan we het hebben over een tip qua voeding. Wat moet je doen met je voeding? Qua voeding zou ik gewoon lekker beginnen met rond maintenance te zitten qua calorieën. Zodat je lekker gewoon je kracht weer kan opbouwen vanaf tot waar het al was. Zonder dat je daardoor vet hoeft aan te komen of spiermassa te verliezen als je in een calorie tekort gaat zitten. Tuurlijk, de zomer komt eraan. Dus stel je hebt wel nog overgewicht of je wil toch een beetje vet gaan verliezen, dan kun je bijvoorbeeld 200 tot 300 calorieën onder je maintenance zitten, zodat je wel nog die kracht blijft opbouwen, maar ook langzaam vet gaat verliezen. Dus ga weer rond je maintenance zitten of iets daaronder. En dan de derde tip gaat over het trainen zelf. Dus hoe kun je het beste weer alle bewegingen oppakken en je schemaatje weer oppakken? Dat is door de oefeningen die je normaal gesproken al deed of een nieuw schemaatje bent begonnen, om die wat langzamer uit te voeren en wat gecontroleerder uit te voeren. Zodat je weer echt die automatische beweging, bijvoorbeeld bij het bankdrukken, langzaam laten zakken, langzaam omhoog. Zodat die beweging weer heel automatisch voor jouw lichaam wordt. Zodat je daar niet meer over een week of over 2 weken niet meer hoeft over na te denken, maar dat het allemaal automatisch gaat. Dus dat het niet meer een beetje met trillingen gaat, want dat gebeurt als je een oefening een lange tijd niet hebt kunnen doen. Maar dat pakt weer heel snel op. Dus ja, focus op de compound oefeningen natuurlijk en voer die dus langzaam uit. En zo waren dat de 3 belangrijkste tips die ik heb nu de sportscholen weer open zijn.
En ik hoop dat je dit toe kan passen, waardoor je progressie weer ietsje sneller gaat dan dat het eigenlijk zou gaan. En heb je dus iets aan deze tips gehad? Laat dan een like achter en een reactie natuurlijk met feedback voor deze video of andere video ideeën. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal Ethical Gains. En dan eet ik deze bar havermout en in een van de volgende video's zul je zien wat mijn concrete plannen zijn voor de komende tijd. Dus tot dan en bedankt voor het kijken.